Hoi jongens, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Gamewiser video. Vandaag speel ik weer mijn Horse and Me 2 en we gaan eventjes ons paard verzorgen. Ik denk dat dit misschien de laatste aflevering is. Ik weet het niet zeker, want we moeten nog 2 wedstrijden spelen. En ik weet niet of dat makkelijk te halen is. Volgens mij niet, dus het kan zijn dat er nog een aflevering komt. Maar ja, dan gaan we nog zien hoe het allemaal gaat en zo. Maar dit kan de laatste aflevering zijn. Ik vind het heel spannend. En we gaan dus eventjes ons paard verzorgen. Omdat die, dat balkje was niet helemaal vol van het rood. En volgens mij moet hij ook eventjes eten en zo. En hij is ook heel vies ziek. Dan moet hij zo meteen ook maar even gepoetst worden. Voor die belangrijke wedstrijden. Nou, we gaan weer poetsen. Dat heb ik al een tijdje niet meer gedaan in dit spel. Dit hoef je helemaal niet vaak te doen in dit spel. Dat vind ik heel fijn. Bij andere spelletjes moest je dat bijna continu doen. Hij is bijna schoon. Misschien dat we hem ook nog even moeten wassen. Want ik zie nog wel een paar bruine vlekken. Oh nee, we hoeven niet meer te wassen. Maar dan ga ik wel even zijn stal doen. En zijn stalletje is schoon. Nou, we moeten hem nu nog voeren volgens mij. En dan zijn we klaar. Even kijken wat hij moet hebben. Je paard heeft een zware inspanning achter de rug. 3/4 moet bestaan uit graan en de rest uit groenten. 3/4 uit graan, oké. Volgens mij maakt het niet uit welk graan je pakt. Dus pak van alles denk ik gewoon een beetje. Zo, en dan pak ik ook worteltjes. Zal ik onze outfit nog veranderen voordat we aan de wedstrijden beginnen? We hebben nu deze peesbeschermers, maar deze zijn nieuw en die vind ik wel heel mooi. Dus ik denk dat ik die gewoon ga laten en ja, de rest mag ook wel eigenlijk zo blijven. Want ik vind dit eigenlijk wel het mooiste setje voor dressuur en eigenlijk vind ik dan voor cross eigenlijk een bruine setje mooier. Maar ja, om dat dan te gaan wisselen tussen die wedstrijden door, te veel moeite. Dit is dus de eerste wedstrijd die we hebben gereden. En als het goed is moeten we nog maar 2. Deze. En deze is heel moeilijk. Dat is dus eigenlijk de finale. En we moeten nu deze rijden. De ene laatste. En we beginnen zoals altijd met dressuur. Dat gaat altijd best wel goed. Maar ja, soms sla ik wel mijn controller plafond in. Dat ga ik niet nog een keer laten gebeuren. Zo. Meteen in galop beginnen. En hier een draf. Zo. De supporters van dat team hebben zeker weten een lach op hun gezicht. Oh, waar moet ik naartoe? Ik zit hier gewoon te wachten op een trucje. Oh, we moesten een rondje maken. Ik zat hier heel droog gewoon te wachten. Ik dacht dat er echt een trucje aankwam, maar nee. Oh, nu komt er wel wat aan. Oké, ik ga klaarzitten. Kom maar op, naar links. Hé, die deed ik gewoon. Omhoog. Oké, die is wel goed. Naar links, zie je? Deed ik net ook naar beneden. Naar rechts. Oeh, ik heb hier niet heel veel ruimte eigenlijk. Nee, die kant. Ik kom alweer tegen mijn muur aan. Naar rechts. Ik vind het jasje wel heel mooi staan. Heel chic. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet zo van een donkergroen ben. Maar ik vind het wel heel netjes staan. En het kleurt ook heel mooi bij de broek. Terwijl ik eigenlijk liever een witte broek wil. Oh, hoe gaat dit? En ik vind het ook mooi staan bij ons witte paard. Even van hand veranderen. Welke galop zit ons paard eigenlijk? Ik kan niet zo heel goed zien. Maar ik moet ook even concentreren op het figuurtje wat we nu moeten rijden. Zo, op tijd terug naar het draf. We zijn bijna aan het einde. Zou ik nou nog een oefening moeten doen? Oh ja. En waar gaan we nou mee eindigen? Oh ja, de piaf. Dat vind ik wel leuk. Oké, en weer omhoog. Soms pakt hij die omhoog vanzelf. Oeh. Zo, omhoog. En naar links. En dan zijn we klaar. Ging heel goed. We missen maar 3 puntjes. Dus we hebben gewoon goud. Yes. En een paarse cap. Yes. Dan gaan we nu de springwedstrijd doen. En daar ben ik niet zo goed in. En dan zeg ik iedere aflevering. En meestal haal ik het wel een 2 keer. Maar ik wil het gewoon een keer in 1 keer halen. Dus hopelijk kan het nou gewoon een keer. Gewoon in 1 keer. Maar iedere keer wordt het ook weer moeilijker. Staat hier al meteen een sprong. Wow. Oké. Waar moet ik ook weer mee springen? Oh, met A. Als ik te veel moet nadenken, dan gaat het fout. Oké, nu gaat het goed. O,
of als ik eigenlijk bezig ben, dan ga ik nadenken over wat moet ik nou doen. En dan weet ik niet meer wat ik moet doen. Misschien herkennen jullie dat. En ik kreeg van iemand de tip, je moet meer in het midden springen. En dat wil ik wel proberen. Alleen die hindernissen staan niet altijd heel recht, zeg maar. Dus dat is best lastig om te doen. Zo, ik ben nu opeens heel geconcentreerd. Zo. Ik ben benieuwd hoeveel hindernissen ik moet springen. Oké, zou dit een beetje op het einde zijn? Want we hebben al 12 hindernissen gehad. Oh! Oh, ik was even bang dat die fout ging. Want ik reed bijna langs de hindernis. Is dit de laatste hindernis? Laat hem alsjeblieft goed gaan. Was dit de laatste? Het lijkt allemaal zo makkelijk als je deze... Ik heb het gewoon in één keer gehaald. Dit is geen grapje. Ik heb niet geknipt. Ik heb niks geks gedaan. Ik heb het gewoon in één keer gehaald. Oh, ik ben zo trots op mezelf. Dit is me nog niet gelukt in dit spel. Yes, en... Oh, dat is echt een heel mooi jasje. Oh. Oké, dan gaan we ook even knallen bij de crosswedstrijd. Maar echt abnormaal dat ik het gewoon in één keer haalde. De springwedstrijd. Of heb gehaald. Echt... Oh, dat had ik niet verwacht. Maar ik was ook wel heel geconcentreerd. En ik moet gewoon niet te vroeg springen. Dan gaat het wel goed eigenlijk. En ik moet ook niet langs de hindernis springen. Want dat gebeurde net ook bijna. En dan hoop ik dat de crosswedstrijd nu ook goed gaat. Want dat gaat meestal wel goed. Maar misschien deze keer niet. Oh. Oeh. Oeh, die hebben we net gehaald. Dat was wel een hele scherpe bocht. Oké, ik ben nu al helemaal kwijt wat ik aan het vertellen was. Ik ga even concentreren op de crosswedstrijd. Mogen we door het water heen. Zo, oké. Ik hoop niet dat nog meer van dat soort scherpe bochten komen. Zo, we hebben gewoon al 12 hindernissen gehad. We mogen weer door het water. Oh, deze hindernis is gaaf. Oh. Zo. Ik hoop dat er in deze aflevering nog wel een filmpje komt met meer informatie over de zieke paarden. Want daar is het de vorige aflevering helemaal niet meer echt over gegaan. Alleen dat het dekgeld omhoog was en dat het beter ging met de ranch. Maar niks meer over de zieke paardjes. Wat toch wel interessant is. Zo. En dat vind ik juist ook het leuke aan deze game. Is dat er een beetje een verhaallijn bij zit. Maar ja, dan moeten ze het er wel over hebben natuurlijk. Zo, zijn we bijna op het einde? Is dit de laatste? Ja, volgens mij wel. Ja. Nou, deze hebben we ook in één keer gehaald. Gefeliciteerd, je hebt je gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap. We mogen naar Kentucky. Yesenia en Dolle Panda zijn ziek. Beginnen we eindelijk eens te winnen, hebben we nauwelijks genoeg paarden die fit zijn om op te rijden. Denk toch na, Rogi, en accepteer mijn aanbod. Als je wilt, neem ik zelfs Benny en Emma erbij als ruiters. Dat beslis jij niet. Ik blijf bij mijn oom. Luister jij. Wij zijn niet de enige ranch in de buurt met zieke paarden. De Hiemstraats verderop en de Van den Bergen zijn ook getroffen. Oh, dus als ik het goed begrijp, zitten alle paarden in de regio in de lappenmand. Kalijn en ik hebben vorige week overal monsters genomen. We zitten allemaal stroomafwaarts van jouw fabriek. Jij maakt de paarden ziek. Ah, geloof ik niks van. Geld voor advocaat om het te bewijzen heb je niet. Dus ik ben je beste kans. Nee, Bernard. Je krijgt mijn ranch niet. Oh nee? Vraag het de bank. Je staat op de rand van faillissement. Ik kan je ieder moment uitkopen. Dat laat ik niet gebeuren. Wat is dan je plan? De loterij winnen? Nee, de Kentucky-wedstrijd. Als Emma die wint, hebben we meer dan genoeg om onze schulden af te betalen. Zij, Kentucky. Als dat je plan is, Rogier, kijk je nu naar de nieuwe eigenaar. De Kentucky, hè? Als er één meisje is die hem kan winnen, is het Emma. Rogier, ik heb me in je vergist. En in haar. Weet je, ik denk dat het gaat lukken. Nou, dat is fijn. Al druk staat op ons, anders wordt de stal verkocht. Of moet die verkocht worden aan die McBullebaard, of hoe die ook heet. Laten we eventjes gaan ontspannen voordat we aan de wedstrijd beginnen. En even een rondje rijden met ons paard. Het sterretje was ook helemaal leeg, dus we moeten sowieso eventjes voor zijn conditie rijden. Maar, oh, jongens, voel zo'n druk nu op mij. Ik vond het wel een heel heftig filmpje hoor. Maar ik vond het wel grappig hoe ons poppetje reageerde. Ik weet niet meer wat ze precies zijn. Echt zo van, oh, ik ga hier weg. Maar ja, we hebben nu wel heel veel druk dat er op ons staat.
Denken jullie dat het echt komt door die fabriek van McBullebard? Ik weet niet meer hoe die precies heet, maar ik noem hem even Bullebard. Volgens mij heet hij wel zo. Ik weet het niet meer. Ik denk dat dat nog best wel iets zou kunnen, want dat zou ook best wel goed bij het verhaal passen. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe het eindigt. Ik heb het spel vroeger heel vaak gespeeld, maar ik weet echt niet meer hoe het precies gaat. Ja, ik weet dat als wij de wedstrijd winnen dat, en dat verhaal een goed einde heeft. Maar hoe het verhaal precies zit, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ja, nou, ons paard heeft weer genoeg sterretjes verzameld. Dan gaan we maar naar Kentucky toe. Het voelt echt niet alsof ik klaar ben voor de wedstrijd. Voor Kentucky, wat dus in deze game heel groot is. Nou ja, laten we maar beginnen. En dan beginnen we met dressuur, zoals altijd. Hier is de volgende deelnemer. Oké, Fenna, rustig. We gaan het halen. Ik denk dat ik gewoon even de hele dressuurproef erin laat. Ik weet niet wat jullie daarvan vinden, want tot nu toe heb ik steeds de saaiere delen eruit geknipt. Maar omdat dit een hele belangrijke wedstrijd is, wil ik het denk ik erin houden. Dus, nou ja, hier eventjes van S van hand veranderen. Ik vind het wel leuk dat er een paar herkenbare figuurtjes altijd in de proef zitten. Oh, ik vind het echt heel spannend, terwijl het valt vast wel mee. En ik zie dat we ook een langere proef hebben. Normaal hebben we ongeveer 170 punten dat we moeten halen. En nu is het gewoon 200. Oké. Zou ik het met volle punten kunnen halen? Hoe? Ik wilde bijna zeggen nee, omdat ik die bijna miste. Zo. Oké. Het eerste trucje hebben we gehaald. De eerste oefening eigenlijk. Ik noem het steeds trucje, maar het zijn gewoon echte dressuuroefeningen. Ik ga weer even van de hand veranderen. Ik voel me net een commentator. Ben ik eigenlijk ook een beetje, maar ik ben ondertussen ook de dressuurruiter. Oké. Dit was volgens mij een slangenvolte. Oké, dan mogen we nu in galop. Weer van de hand veranderen. Ik begin nu ook een beetje als een commentator te praten. Oh, ik ga echt altijd gek doen als ik onder druk sta. Nou ja, we gaan nu weer van de hand veranderen. Man. Ik kan nog steeds niet zien in welke galop we zitten, maar ik wil daar eigenlijk ook niet echt naar kijken. We zitten al bijna op de 100 punten. We zijn al bijna op de helft. Oké, wat komt er nu? Oh, kijk, het publiek allemaal foto's maken. Oh. We zijn gewoon in een stadion. Jeetje. Niet normaal. Echt niet normaal. Zo, deze hebben we ook gehaald. Oh. Moet ik hier opeens naar links? En zit daar nou de jury? Liepen daar net langs? Oh, naar links. Omhoog. Links. Laag. Naar rechts. Omhoog. Zo, ik moet een beetje mijn boel laten. Zit vast. Het is niet zo handig tijdens een wedstrijd. Ik ben benieuwd wat dressuurruiters tijdens hun wedstrijd denken. Denken ze dan ook dat soort dingen of zijn ze echt extreem geconcentreerd en niet zo niet geconcentreerd als ik? Oké. Zien jullie ook die sterretjes? Volgens mij komt het van die puntjes. Oeh, deze is lastig. Scherpe bocht. Jeetje. Tot nu toe hebben we gewoon de volle punten. Als we nou het volle punten halen of gewoon alle punten. Het zou heel gaaf zijn. Oeh, gaan we weer van galopwissels rijden. Oh, weer omlaag. Naar links. Naar links. Omlaag. Omlaag. Oké. We moeten nog 50 punten. Dus 5 oefeningen. Dit is niet zo moeilijk, deze stap. De supporters van dat team hebben zeker weten een lach op hun gezicht. Nee. Waar moet ik naartoe? Oh. Ah, ik mis een punt. Maar dit is echt het zijn echt hele scherpe bochten. Jeetje. Zo, nou ja, dan mis ik één puntje. Zo erg is dat niet, toch? Ik dacht eerst dat die sterretjes van ons tekentje kwamen bij onze billen. Of bij de billen van ons paard. Maar dan komt gewoon van die bolletjes waar we overheen moeten rijden. Wat een paard en wat een prestatie! Oh nee, mijn camera was uitgevallen.
Maar we hebben de gouden medaille gehaald. Echt zo goed. We misten maar één puntje. En dit is gewoon de moeilijkste dressuurwedstrijd van de hele game. Nou, dan hebben we het heel goed gedaan. Zullen we dan doorgaan naar de springwedstrijd of de crosswedstrijd? Ik denk dat ik cross ga doen, want dan is het wat spannender met de springwedstrijd. Omdat ik daar het minst goed in ben. Dan denk ik dat ik ook maar gewoon de hele crosswedstrijd laat zien. Net als met de dressuurwedstrijd. Alleen wel jammer dat ik wegviel. Ik hoop niet dat ik te vroeg ben weggevallen. Dan moet ik hiervoor gaan concentreren en goed gaan zitten. Oké, in volle galop. Ik vind het wel fijn dat bij de crosswedstrijden wordt het eigenlijk niet heel veel moeilijker gemaakt. Alleen zoals hier van die hele scherpe bochten opeens. Maar dat valt allemaal eigenlijk reuze mee. Hier moet ik wat aan deze kant gaan zitten. Zo. En anders zie je toch nog wel op tijd. Zo. Oeh, een driedubbele. Oké, en dan gaan we verder. Ik ben benieuwd hoe lang deze wedstrijd is. Want de tijd wordt ook bijgehouden en ik kijk daar eigenlijk nooit naar. Maar ook hoe lang qua hindernissen. Zo. Ik hoop niet dat dit saai voor jullie is dat ik gewoon alles laat zien. Want normaal probeer ik echt best veel uit te knippen. Maar nu wil ik gewoon alles laten zien, want dit is de belangrijkste wedstrijd van het hele spel. Zo kunnen we onze ranch redden. En ik heb trouwens al een idee voor een game om hierna te spelen. Als dit nou echt de allerlaatste aflevering is. Dan ga ik beginnen met Laura's passie voor wilde paarden. Want die kan ik ook op de Wii spelen. En dan gaan we die samen spelen eigenlijk. Zo, maar eerst moeten we deze game herhalen. Oh, wacht. Ga ik even hier scherpe bochten. Zo. Deze hindernis vind ik wel het leukste, denk ik, van allemaal. Die eentjes. Zo, en hier hebben we ook een scherpe bocht. Gaan we die zo halen? Oeh, deze is ook gaaf. Deze paddenstoelen zijn ook leuk. Ja, waar komt de volgende? Zo, we hebben al echt veel hindernissen gehad. Al 26, dat zie ik nu pas. Wow. Oké. Maar telt deze dan ook per stuk? Nee. Ja. Ja, oké. Als je zo'n drie dubbele hebt, dan telt hij ook drie. Volgens mij. Ja, oké, gaan we verder. Zo, wow, kijk dit publiek. We zijn klaar! We hebben 30 hindernissen gehad in 2 minuten en 10 seconden. Nou, we hebben ook gewoon in 1 keer gehaald. Oh, dit moet ook zo gaan met de springwedstrijd hoor. Kijk dat publiek. In het mooie Kentucky. We hebben vandaag een paar geweldige springruiters en een beloofd en spannende wedstrijd. Hier is de volgende deelnemer. Oké. Ik ben heel bang. Oké, de eerste is goed. Ik ga niet te veel praten hoor. Ik moet echt even concentreren. Goeie snelheid. Ongelofelijke sprong. Ongelofelijke sprong. Ongelofelijke sprong. Ongelofelijke sprong. Ik ben zo geconcentreerd. Het gaat goed tot nu toe. Laat het goed gaan. Mijn hart gaat echt zo snel. Kan je geconcentreerd blijven.
goede snelheid. Ongelofelijke sprong. Hebben we het nou gehaald? In één keer? Ik moet niet te hard gaan gillen, want dan worden jullie allemaal doof. Oh jongens, dit is echt niet normaal. Ik heb nog nooit zo goed gesprongen tijdens een game. En normaal, ik heb zeg maar nog nooit fake gedaan. Ik heb nooit expres een balk laten vallen. Nog nooit. Ik heb altijd heel hard mijn best gedaan. En nu gewoon ook. En ik heb het gewoon in één keer gehaald. Ik wil mijn moeder bedanken en mijn vader en mijn paard waar ik op heb gereden. Ja, ik ben gewoon heel blij. Ik kan het ook niet beseffen. We hebben het nu gehaald. Is het spel nou voorbij? Dat gaan we zo meteen denk ik zien. Waanzinnig. Absoluut een eerste klas prestatie. Gelukt. Ons gelukt. We hebben geholpen, maar jij zat op een paard. Ik ga de Hiemstra's begroeten. Ik zie je binnen. Ik ga mee, Carlijn. Emma, geweldig. Ik dacht dat ze zouden gaan zoenen. Het feest kan niet beginnen zonder de eregast. Ja, oké. Ik ben er nog steeds beduust van. Als jij nog steeds beduust bent, moet je Bernard zien. Ze hebben niet alleen verloren, maar in zijn fabriek krioelt het van de inspecteurs van de milieudienst. Nou, hij zit goed in de nesten. Ja, hij verdient niet beter. Sandra, ga jij vast de gasten begroeten? We komen eraan. Emma, ik zeg zulke dingen niet zo snel. Maar jij hebt alles hier veranderd. De geldproblemen zijn voorbij. Sandra en ik praten weer met elkaar. Ik weet niet hoe ik het zonder jou had moeten redden. Dat komt niet alleen door mij. Iedereen was geweldig. En ik zou heel graag blijven als het mag. Wat je van plan te gaan? We zouden de poorten sluiten en de sleutel weggooien. We? Ja, Benny zou me waarschijnlijk voor zijn. Oom Rogier! Nou, dit was het volgens mij dan. Ja, volgens mij kunnen we helemaal niks meer doen. Niks anders meer. Ja, we kunnen ons omkleden, maar daar hebben we nou niks meer aan. Want we hebben de grootste wedstrijd gehaald. Gewoon alles in één keer. Hoe dan? Echt. Ja, verder kunnen we niks meer doen. De game is voorbij. Echt zo jammer, want ik vind het zo'n leuke game. Ik moet toegeven dat ik niet alles heb gedaan in deze game of heb behaald. Zoals dat stierrijden en zo. Maar wel wat we moesten behalen heb ik wel gehaald. Ja, we kunnen niks meer doen bij deze game. Eigenlijk niks nieuws wat ons verder brengt. En is dit dus ook het einde van deze game? Niet het einde van Gamewijzer. Ik ga met een nieuwe game beginnen. Dat is Laura's Passie voor Paarden. Als dat lukt qua opnemen en zo. Dat moet ik nog eventjes bekijken. En dan hoop ik dat jullie deze serie leuk vonden. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen als je dat vond. En vergeet zeker ook niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan tot de volgende Gamewijzer video. Doei doei!